moet echt even gaan zoeken. En ik heb net het bericht gekregen. Ik vind dat zo bizar. Dus echt, ja, misschien werkt het voor meer kindjes. Gouden tip. Goedemorgen, het is donderdag en we gaan zo naar school. En ik ga een leuk nieuwtje misschien met Mila vertellen. Ja, dat mag jij echt... vertellen, dit komt pas een week later online. Zeg het maar. Mila wordt grote zus. Ja, leuk hè? Ja. En Sarah mag een beetje mee grote zussen. Dat ja. Vind je helemaal leuk hè? Ja. Oké, nou we gaan op de fiets. Ga je even je jas aan doen? En ik heb nog wat voor Georgia. Oh, is die voor Georgia? Ja. Maar die is er vandaag niet op school, schat, die is werken. Dan moet je het morgenochtend even geven. Ik ben weer thuis en ik ga lekker thee zetten en ik heb het lekker schaamd. Ik heb croissantjes voor het ontbijt. En mijn ouders zijn weer terug van hun reis. Dus ik wil ze misschien even verrassen met Sarah. Ze hebben elkaar nu ook natuurlijk weer even niet gezien. Maar ik weet helemaal niet wat de planning is, dus ik heb mijn broertje geappt. Dan kan die het navragen. Of hij weet het gewoon. Want dan hebben ze niet door dat ik wat ze vraag natuurlijk. Dus, maar die slaapt nog. Dus dat hoor ik dadelijk. Ik heb mijn rondje huishouden weer gedaan. En ik wil echt even weer zooi uitzoeken. Ik heb in de tafels heel veel, heel veel huishoud, of huishoudingetjes. Ik kom lekker bij mijn woorden weer. Accessoires liggen en daar moet ook gewoon heel veel van weg. Wel grappig, deze, ja, we weten niet zo goed hoe we ze op moeten bergen. Het is echt grappig, want het gooi je ergens op en die loopt naar beneden. Je weet het zelf al, Sinterklaas gekregen. Dus ik moet even hier echt gaan uitzoeken wat er weg kan. Dit ding ligt helemaal vol. Nou, blauw wil ik er bijvoorbeeld uit hebben, die ben ik zat, dus deze gaan sowieso weg. Er zitten nog wel veel meer dingetjes in. Ik moet echt even gaan zoeken wat weg kan hiervan. Die kleine glazen als zouden. Die ik nooit gebruik. Dat kan niet helemaal goed. Maar ook mijn gewone vazen en alles staan hierin. En die wil ik wel houden. Deze gaan wel weg. Dat vind ik wel prettig. Nog even weg. Nou, zo ruimt het toch al lekker op. Ziet er zo beeld veel minder uit, maar het is best veel. Die halve tafel is gewoon leeg in één keer. En ik heb net het bericht gekregen dat we oma kunnen gaan verrassen. Dus, en Sarah wist ook nog niet of dat ging lukken. Dus voor haar is het ook wel een leuke verrassing dat we dat gaan doen. Die heeft oma natuurlijk ook al een tijd niet gezien. Oh ja, en ik heb spullen. Wacht, dat moet ik gelijk even doen. Spullen die daar gelijk mee naartoe moeten. Die tas staat ook klaar. En echt, mijn beeld is zo bizar donker elke keer vandaag. Maar het is ook echt, echt een vieze, grauwe dag. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het altijd zo bizar hoe snel overdag kan gaan. Dan ben je gewoon allemaal van die saaie dagelijks dingetjes aan doen. En dan is de dag eigenlijk alweer om. Maar goed. Ik ben wel heel happy aan het opruimen. En ik denk dat ik dat echt even weer meer moet oppakken. Want ik was wel heel goed bezig. Daar ging mijn camera. Alleen, elke keer loop ik vast. En ik moet ook zeggen dat het nieuws wat wij 2 dagen geleden hebben gekregen mij echt al heel diep geraakt heeft. En me heel erg bezighoudt. Het is gewoon heel heftig allemaal. En dan staan wij eigenlijk nog vrij ver erbuiten. Maar ja, het zet je zo aan het denken. En het doet zo ongelooflijk veel met je. Dat is ja, niet te bevatten. Jullie krijgen gelijk een hele achtbaan. Het is gewoon niet te bevatten hoe dat voor de mensen nog dichterbij moet zijn.
weet, Marco was gisteren langs de plek waar alles gebeurd is gegaan. En nou, het stond daar helemaal vol kaarsen en bloemen. Dus ik denk niet wat de camera heeft. Ik denk dat dit beter is. Maar het raakt dus heel veel mensen. En ik zit er ook maar over te malen en te malen. En ik krijg het niet echt uit mijn hoofd momenteel. Ik ga naar opa en oma toe, want ze zijn weer terug van vakantie. We gaan ze verrassen, hè? Ja. Dat is heel leuk. En ze weten niks. Oom weet het wel. Ja, die moest even achterhalen of ze er wel zouden zijn. Het is wel handig als je ze wil verrassen dat ze er ook zijn. En zijn ze er? Ja, schot is wel. Zover hij weet wel. Dus het moet helemaal goed komen. Ja. We zijn er thuis. Ik heb echt weer allemaal dingen meegekregen. Ik heb deze gekregen als souvenirtje. Dit is zo'n echte oude vintage fotolijst. En daar hou ik van. Daar heb ik helemaal gang mee vol hangen. En Sarah heeft heel veel gekregen. Die heeft deze Lego gekregen. Die heeft het papegaaienspel gekregen. En die had een kindersprijs gekregen. Dus een speeltje. En je hebt je nieuw boek, hè, eindelijk. Ja. Dit is een hele reeks. Ik kende het eerst niet. Toen kwamen we het pas tegen. Het is 13 verdiepingen, daarna hebben we 26, 39 en zo maar door. En geloof ik nu tot 178 of zo gaat het door. Dus daar is natuurlijk gek op lezen. En het boek schijnt dus helemaal geweldig te zijn. En ik vond ze zo leuk uitzien dat ik echt zit te twijfelen dat ik ze misschien zelf ook wel wil lezen een keertje. Ik denk dat ik het ook echt in één middagje uit heb, zo'n deel. Er zijn nu geloof ik 13 delen of zo. Dus dat zou ik in een dag uit kunnen hebben. Maar misschien ook wel leuk. Dat is wel leuk. Zal mama ze ook binnenkort lezen? Ja. Stel je hebt ze allemaal van de boomhut. Dan kunnen we wel bespreken over de boeken. Vind je het leuk? Ja. Ga ik dat binnenkort ook wel een keertje doen. Wij doen tegenwoordig trouwens steeds vaker iets nieuws. Vandaag gaan we trekken bloemkool. In ieder geval ik. En Sarah, ja, ze lust het, maar ze is er niet gek op. Dus dan gaat het last mee eten. Nu gaan we tegenwoordig... ik besla op mijn lens. Deze mouw is niet lang genoeg. Of ik het zo een beetje eraf krijg. Dus, dan gooi je het gewoon bij elkaar. Dan stampen we het. Verder doen we er niks bij. Gewoon alleen maar dat het al grof gestampt is. En nu gaat het eten. Nee, dat was hier niet lekker bij. Dat heeft papa een keer gedaan. Dat vonden we alle drie niet lekker. Met de andijvie of de bolkool doen we wel wat boter en wat melk. Maar dat was bij de bloemkool geen succes. Maar echt, het eten gaat 10 keer beter. Terwijl het is hetzelfde eten, maar gewoon het feit dat het gestampt is. Dus echt, ja, misschien werkt het voor meer kindjes. Gouden tip. 1 keer raden wat wij gaan doen. Jij mag het zeggen. Nee. Jawel. Jij mag het zeggen. Jij mag het zeggen. Wat gaan we doen? TV-kant. Wat gaan we kijken? Eentje. Nee. Married at First Sight. Marco die is vroeg gaan slapen. Ik sta lekker tegen het licht in. Ik was echt kapot moe van de afgelopen dagen. Dat ben ik ook, maar ik kan zelfs gewoon niet vroeg slapen, hoe moe ik ook ben. Dus ik heb net even al mijn edits bijgewerkt, want ik kon me gewoon er niet op focussen. Het lukte gewoon niet. En nu ga ik nog heel even serie kijken. Voordat ik naar bed ga. En ik ga The Queen's Gambit kijken. Daar heb ik zulke goede verhalen over gehoord. Goeie serie. Ik heb maar een heel klein stukje gekeken. En het gaat over schaken. Dus ja, ik had niet echt verwacht dat ik het iets zou vinden. Maar tot nu toe vind ik hem zeer intrigerend. En heel mooi. Dus ik denk dat het wel weer een aanrader wordt. Maar hij was natuurlijk ook door onze iedereen aangeraden. Nu even snel alles opruimen en dan lekker een beetje in. Dus ik wil de vlog wel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je dan even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!